Hij is heel gretig, wil graag van waarde zijn voor ADO Den Haag. Donny Gorter, oudspeler van onder meer NAC, AZ en Aalborg. Hij komt nu over van het Deense Viborg. Namens Haaglander Voetbal praat Rob Blankenstein met de nieuwe middenvelder van ADO Den Haag. Donny Gorter, voelt het vertrouwd aan hier bij Den Haag? Ik moet zeggen, ik ben goed opgevangen. Dus, nee, voelt goed. Gelijk vanaf de eerste dag een goed gevoel en ja, nu nog steeds. Ik vraag dat omdat je vader natuurlijk in Den Haag geboren is, toch een beetje Haagse roots heeft. Dan weet ik wel dat jij in Zwitserland bent geboren. De meest blije man uiteraard naast jezelf zal ook je vader zijn, denk ik. Nee, ja. Kijk, ik heb ADO altijd een mooie club gevonden, mijn vader ook. En ik moet zeggen, de familie ook. Dus nee, het is alleen maar mooi. En hij is zeker trots, joh. Even naar jouw spelerscarrière kijkend. De laatste club die je hebt gediend, zeg maar, was een club in Denemarken. Waarom is dat niet gelukt daar? Ja, je weet hoe het in de voetbal gaat natuurlijk. Ik ben daar naartoe gegaan. We hadden bij allebei een goed gevoel over. We hadden afgesproken voor een half jaar. Met optie om nog, ja, voor nog een jaar door te gaan. Maar ik denk, ja, voor mezelf te weinig gespeeld. Officiële wedstrijd, zal ik het zo zeggen. Maar ja, en de club, ja, we zijn gewoon samen eruit gekomen. En dat we gewoon het contract niet zouden verlengen. En gewoon op zoek gaan naar een nieuw avontuur voor mij. Ben jij wedstrijdfit op dit moment, vind je zelf? Ja, wat is wedstrijdfit? Ik heb natuurlijk de laatste wedstrijd in november gespeeld. In Denemarken heb ik twee officiële wedstrijden gespeeld. De rest gewoon met de tweede elftal. Wedstrijd fit, ja, dat is lastig te zeggen. Ik voel me fit en ja, door wedstrijden te spelen ja, word je wedstrijd fit, denk ik. Wat vind je van jezelf je sterkste punt? Altijd moeilijk om over jezelf te oordelen, maar... Ja, ik laat dat meestal aan een ander over. Nee, ja, mijn sterkste... Ik denk dat ik altijd 100% inzet heb. En de rest mogen andere mensen voor mij zeggen. ADO zit, evenals een stuk andere ploegen, aan het rechterrijtje in een moeilijke positie. Winst levert zelfvertrouwen op. Wat is er nog meer nodig om dat zelfvertrouwen nog meer op te vijzelen, denk jij? Ik denk dat we een flow moeten gaan krijgen. Een lekker gevoel krijgen, ook in de zin van in het voetballende gebeuren. Maar ook als team zijnde, denk ik dat we gewoon sterk moeten zijn en ervoor gaan. Er komen belangrijke wedstrijden aan. Eén ding wat je kan doen, denk ik, is gewoon knallen. En gewoon met volle inzet elke wedstrijd erop klappen. En daarbij nog zorgen dat je het voetballend goed doet. Dat je ook daarin een goed gevoel krijgt. En dan denk ik wel dat het goed gaat lopen. Ben jij een typische middenvelder of ben je eventueel ook inzetbaar aan de zijkant van de defensie? Nou ja, in die zin heb ik overal een beetje gespeeld eigenlijk. Ik denk dat ik ben een middenvelder die ook als linksback uit de voeten kan. Maar voor mezelf denk ik nog steeds dat ik wel een middenvelder ben. En die wil ik gewoon weer graag laten zien. Het is een tijdje geleden. Denemarken is ook niet echt een competitie die iedereen in Nederland volgt. Dus ik wil mezelf gewoon weer laten zien. En ik denk dat ADO daar een hele mooie club voor is. Is er al gesproken, als je het goed doet, over mogelijk vervolg? Nee, daar hebben we het niet echt over gehad. Ik moet gewoon de focus hebben op nu en voor de club ook. En dan zien we later wel hoe het gaat lopen. Ik vind ADO een hele mooie club. Alleen ik wil nu gewoon vlammen en knallen en zien hoe het loopt. En dan zien we wel verder. Vrijdagavond thuis tegen Vitesse Arnhem. Heeft de trainer al indicatie gegeven dat je, laat ik het voorzichtig formuleren, in ieder geval speelminuten krijgt? Nee, ja, dat zal afhangen. Daar hebben we het niet echt over gehad. Dan zou ik zeggen, ik doe mijn best op de trainingen. En het is aan de trainer om te kijken wat hij wil en hoe hij het in wil vullen. En daar zal ik achter staan met 100%.